Goedendag, beste mensen, bij episode 82. Ja, het is even geleden. Ik speel de laatste tijd ontzettend veel Hell Let Loose, dus de schaming was een beetje op de achtergrond gekomen. Maar we zijn weer terug. En als we naar de journal kijken, ik kwam in één keer in een quest terecht. The Fall of Winterhold. I found the passages leading to the ruins of Winterhold in the midden beneath the college. Perhaps I can discover more about the Great Collapse. Search the ruins of Winterhold for clues about the Great Collapse. And here we are. En all the continents. Hier, search the ruins. We moeten dus erdoor. Kijken of we hier het tunneltje doorkennen. En dan daarheen. Let's go. Dat is even kijken wat we allemaal aan dingetjes hebben. Zou ik terug gaan naar mijn boog? Ja, ik ga wel even terug naar mijn boog. Is hier wat te zien? No. Kan ik jou meenemen? Nee, ik kan jou niet meenemen. Ik moet. Het ziet eruit dat beneden is. Greetings, Archmage. Oh, what the fuck? Leia, wat doe jij hier? All of it. I don't care what she told you. It's all lies. Leia, what? Who is this to speak of? Don't act like she didn't say anything. I know her, and I know what she's been up to. What matter of problems do you have with Feralda? My problem with her? She's the one who has a problem with me. She's threatened by me, by my skill as a wizard, by my elegance and posture, by my superior good looks. But she is not going to get the better of me. Oh no, I won't let it get to me one bit. That's what she's after. She's trying to undermine my confidence, make me doubt myself. Well, it won't work, I tell you. Okay. All right then. Wacht even, heb je nog meer te vertellen? Mm-hmm. Nee. Nee, maar jij gaat me niet vertellen wat je hier deed. Wat hebben we hier allemaal liggen? Niks. En we moeten naar beneden. Ik heb geen idee wat er beneden wacht. Oh. Ik dacht even dat er wat was. Even die deur door. Nou, let's go. Als ik er langs mag. Winterhold Ruins. Finish sneak mode en let's go. Het is hier aardig donker. En hadden wij een mage light. We hebben wel een torch. Ik heb die mage light heb ik nog niet onder mijn favorieten gezet. Candlelight is dat? Ja, laten we die onder de favorieten zetten. En als het goed is, staat die hier in. Ja, Candlelight. Laten we even licht maken, mensen. Daar hebben wij een. Is het een eenhoorn? Nee. Nou, dat gaat vanzelf licht aan, zie ik. Deze. Wat kan ik aan mij doen met de bands? Oh, dat is deze. Waar moeten we heen? Kan ik hiermee praten of zo? Nee. Nou, laten we dan maar hierin gaan. Wat is dit? Open the gate. En nou, oh, daar gaan we al. Alright. Kunnen we hier door? Ah, hier is een trap. Hier is een trap. Oké. Okay. En licht. Toch even terug naar mijn boog. Geen idee wat ik hier allemaal tegenkom. Zit hier nog wat in? No, er zit niks in.
Ligt hier nog wat? Nee, hier ligt niks. Alright. We kennen omhoog. En we kennen daarheen. Eens even kijken op de map. Eens even boven gaan kijken. Is dat lak zijn? Nee, dat valt me nog mee. Dingen, misschien een brief. Examination paper. Cause of Blinterhold. Entry examination. Fourth area. 12020. This examination consists of a 2-hour written complaint, answer 3 of 5 questions provide, b, a 1-hour practical complaint, successfully cast one spell from the tombs provided, answer the 3 questions, which specific reference to Erlof Jarl's Strichtheist and Magic from the Skies compare and contrast 2 opposing theories concerning the source of magic. Magic of Nern. Ja, ik ga het even verder lezen. Ik heb werkelijk geen idee waar het over gaat. Even kijken. Sparks of Damage. Die nemen we mee. Hey, blijf even hier lekker. Op. Oh. Water Breathing. Die moeten we hebben. Je moet wat. Oké. En laten we even een lichtje maken, want ik zie werkelijk helemaal niks. En dit is beter. Even inventory kijken en naar de boeken. Blijkbaar heb ik ze allemaal al gelezen. Ja, already know that. En welke hadden we nog meer? Treasure map hoeft niet. Oh, deze hebben we nog niet. Water Breathing. Dan zullen we die waarschijnlijk zometeen nodig hebben. En laten we een stukje verder naar beneden gaan kijken. Want ik kan hier verder niet door, hè? Nee, ik heb hier niks gemist. Nee, ik heb niks gemist. Oké. Sneak mode. Kijk, Jan, wij nemen no. Even terug naar mijn boog. Is de midden. Ik ga goed. Ik heb echt geen flauw idee. Goed. Even op de magische map kijken. Ik vraag me af of ik goed zit. Nee, ik zit niet goed, want hij stuurt mij terug. Right. Dat zou betekenen, denk ik, dat we het water in moeten. Potion of Water Breathing hadden wij natuurlijk niet voor niks. Waar stuurt hij mij allemaal heen, mensen? Waar stuurt hij mij heen? Hier ga ik toch weer onder water. Licht willen wij hebben. Licht willen wij hebben. Waar kan ik hier ergens onder water door dan? Nee, hier zit geen. Hier kwamen we uit, mensen. Oké, what the fuck. Het was een map, moet daarheen. Maar als ik daarheen ga, dan stuurt hij mij weer terug. What the hell. Ik ben haar. Zie je, stuurt me helemaal terug. Oké, dan gaan we terug. Maar dat gaat natuurlijk niet. Want ik kan natuurlijk niet meer naar boven. Want ik ben dat ding doorgekletterd.
gaan we kijken of er een andere. Hier komen we nergens heen, hè? Er zit geen geheime deur. Is dat het? Oh, hier. Active Common Motor. Juist. We komen er wel. We komen er wel. Wat is dat? Wat is dit, jongens? Oké. Zou ik daarin moeten? Of kan ik daar nou door? Het lijkt er niet op. Hij ligt, kom op. Laten we even via de andere kant proberen. Of daar een deur zit. Nee, het lijkt erop dat ik naar beneden moet. Even kijken hoor. Wat een briefing was het, hè? Bam, 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 bam. Waar valt dat onder, jongen? Hier niet. Wat een briefing. Oké. Laten we gaan. Kunnen we nog dieper? Nee. Kan je hier wat te zien? Nou. Oké. Hier komen we vandaan, toch? Ja. Wat zegt de map? Oké. Ik moet weer licht hebben. Wat nu niet aan kan, dus blijkbaar. Water breathing. Oh, nou kijk ik wel door. Alright, we hebben het gered. We hebben het gevraagd, maar niet hoe. Hebben we een mage light? Oh, nee, dat is de verkeerde. Ik moet een mage light hebben. Dat was even zoeken. Waar gaat het heen, mensen? Daar dan? Kan ik hier door? Nee. Nee. Het lijkt wel of ik in een soort watertunnel zit. Wat is dat? Vreemd. Ja, ik zit in een watertunnel. Ik zit in een watertunnel. Laat dat hier even gezeven, want... Ik ben benieuwd wat we hier... Oh! We zien er iemand. Who the hell are you? Ik kan niet zomaar... Ja, je kan wel zwaaien. En we gaan eens even checken of er niet ergens een trap of zo zit daar. Ik zag een wiel. Dit is een kanon. Het zijn oude catacomben. Ja, je kan zwaaien wanneer je wil, maar ik ga het eerst even de surroundings even checken. Oh, het is de bedoeling dat ik jou volg. Geest. Waar gaat dat dan? Nee, geen knop of wat ook. Ik moet blijkbaar die geest volgen. Al weet ik niet waar die heen gaat. Maar er zijn niet veel wegen. Woop.
Thank you. Wat is... Hey, joh, dat is een schip. What the hell? Het is een schip, joh. Het wordt vreemder en vreemder. Light. Let there be light. Oké, er is niks wat ik kan looten of... Oh, no. No, come. Skyrim. Ja, oh my god. Ja, je kan zomaar vastlopen in Skyrim, hè? Dat weten jullie. Of tenminste, als je dit niet weet, weet je het nou. Oké. Dat doet een beetje raar. Ik wil toch even kijken wat hier allemaal achter zit. Niet veel. Nee. Dus dan gaan we vooruit om achter dat jochie of meisje te gaan. Het is water. Anders te gaan zwemmen. Dan ga ik even beneden kijken. Niet een schat missen of wat ook. Nou, blijkbaar niet. Ik kan hier vandaan. Dus we moeten daar de tunnel door. Nou, dat kind of wat we ook zagen. Dat is nog steeds weg. En dit is gewoon... of gewoon... Wat staat er? Drake and Drozen Furniture Emporium Exotic Styles. Ja, dit is gewoon een oud verdronken dorp. Maar nu? Is hier een weg? Nee, hier zit geen weg. Standbeeld. Is het de bedoeling dat ik er daarin ga? Ja, blijkbaar is dit de bedoeling. The Frozen Heart. Hé, kijk. Oh, we moeten hem achterna. Hier allemaal, ja. Een dol. Wat is dit moment? Een soort toybox. Toy Dragon. Laten we die ook maar meenemen. Je weet niet wat goed voor is. Wat is dit? Een soort dollhouse. Ja, dat is een... hoe noemen die dat in het Nederlands? Een pophuis. Nou, eens maar even gaan quicksaven voordat we aan die hendel gaan trekken. Want... Oké, laten we het doen. Wat ging er nou open? Wat ging er nou dicht? Ze dus moeten tot daarheen. En dan laten we de donkerte maar inlopen. Is dat een trap? Ja, nou ja, een trap. Het is niet echt een trap. Hey, zitten we hier bij hetzelfde stukje nou? Nou, hier zijn we nog niet geweest. Dat weet ik zeker. We kunnen voor de zekerheid even op de map kijken. Half dead.
En zou wel een move maken. Of een move maken, sorry, dat is. Dat is wel heel let loose, een move maken. Ja, hier zijn we nog niet geweest. Dat is. Het lijkt op een toren of zoiets. Ik had toch nog. Oh, die staff of meelight, die heb ik volgens mij niet meer. Inventory. Staff of Firebolt. Staff of meelight. Nee, die heb ik volgens mij niet meer. Dan zou ik verderop kunnen kijken. Wat te doen dan? Wat te doen? Eens kijken of we kunnen interacten met hem. Dat kunnen we niet. We kunnen niet met hem praten. Dit schijnt dood te lopen. Dit lijkt ook dood te lopen. Oh, de trap op. Dat lijkt me een goed plan. En we gaan weer ergens heen. De move maker zegt dat we inderdaad daarheen moeten. Oh, een kerkhof. Laten we een kijkje nemen. Oh. Ik hoorde een geluid. Ik hoorde echt een geluid. Ik kan niet meer interacten. Oh. Oh, fuck you. Wat? Come up. Come up. Ik moet even een potion nemen. Laten we dat eerst even doen. Voordat we. Even kijken. Oh, potion of mind healing. Dat is genoeg. Come up. Come up. Hey. Right, ik hoor het toch geluid. Go for the remains. Bone meal. Hebben we niks anders interessants? Staan hier geen namen op. Rip. Alleen Rip, geen namen. Hier ook Rip en geen namen. Even bij het tanken. En candlelight weer aan. En is dat een shard? Ik kan er niet meer interacten in ieder geval. Kan ik hier meer interacten? Nee. Dead body. Heb je toevallig een boek bij je of wat ook? Het lijkt er niet op. Er staat hier een clue op, een naam of wat ook. Nope. Er staat er niet op. Daar kunnen we niet heen. Dus we moeten toch die deur door. Laten we dat maar doen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we even naar de inventory kijken. Downbreaker, die moet gecharged worden. Nou, ze hebben er niet zo heel veel aan. Ja, we zijn weer vol. Even quick save en dan gaan we naar binnen. Temple of the Gods. Nou. Oh, what the fuck? What the fuck was dat? Ik wil bij het lijk gaan kijken en wat zie ik? Laten we kijken of die dwarf heeft. Ik wil bij dat lijk gaan kijken van die dwarf. En. Ik kreeg een rotsblok op naastjes. De reden waarom ik die wel doorzoek, dat ze misschien wel een clue hebben van waar we er in godsnaam heen gaan. Ja, wat heb jij? Anima dinges? Oké. Hey, boeken. Wij houden van boeken.
die hebben we al gelezen, Denne. De Alduin Akathos Dichotomy. Als dat te doen waren, dat hebben we ook al, laten we die maar even pakken. De Alduin Akathos Dichotomy, Book 7 of 2920, The Last Year of the First Era. Oh, High Priest of the Akathos Chantry Wayrest. Wayrest is van Old Bolivian. As High Priest of the Akathos Chantry, I have decided dedicated my life to the service of the Great Dragon. Oh, waar gaat er niet een draak afvallen? Kom op. He who was first of the beginning. He who is greatest and most powerful of all divines. He who is very embodiment of infinity. Ik ga even verder lezen, mensen. Nou, het is een heel verhaal over draken en hoe verschillende mensen er tegenaan kijken, zeg maar. Dus de Bosmeer kijken er anders tegenaan als de Noord en andersom en dat soort dingen. Nou, laten we meenemen. Even kijken. Oh, hier ligt nog een boek. Elders Vinders Journal. Die lijkt me wel belangrijk. Ben jij toevallig Elders? Require the key. We gaan een verlies maken in de duisternis. En Windel Temple Key. Die nemen we sowieso mee. Laten we deze even lezen. Elder Vinders Journal. Dovers were in the temple managed to collect and prepare a few bodies from the market, but the palace district is gone. Ferguson disappeared in the night, screams barely human echoed through the ruins. The gravity of our situation is not lost on me. Are we to die here of starvation, first of suffocation, worse, or fall victim to a savagery? Our final moments will not be so desperate. I emptied three vials of skooma into the thurible before I make my final address. God have mercy on us and let it be known that Elder Vinder worships no pride. Heftig. Het gaat dus inderdaad over die overstroming, wat ik al zei. Heb nog meer. Completed. Just a minute to conclude about the great collapse. Explore the temple of the gods. Ik hoor iemand kloppen. Wat de hel? Wat de hel is dit? Potion. Die hebben we al. Hier. Een nut. Die hebben we ook al. A nut of kings. Die lees ik later. Neem we wel mee. Phrase of the Edra. Neem we ook mee. En wat hebben we hier nog meer? Die hebben we al. Had jij nog wat voor mij? Nee. Oké. Oh, Activate Shrine of Talonius. Willen we dat? We willen eerst weer licht, uiteraard. Dat is wat we willen. Maar jullie horen ook dat geluid. En wat de hel is hij aan het doen, joh? Alright. Dit lijkt me een goed moment om deze episode af te sluiten. Dat is. Jawel. Iemand is op die fucking deur aan het kloppen. Of loopt er iemand boven? Oh my god. Wat ga jij doen, vriend, als ik je benader?